Op zaterdagmiddag 18 juni heeft het Sint-Servaasjesgilde het monument De Schutsboom op het Servaasplein in Lieshout onthuld. Rond het 600-jarig jubileum van het gilde werd geopperd de inwoners van Lieshout en Mariehout een blijvende herinnering te schenken. Het werd een ceremoniële schutsboom, een van de kenmerkende objecten die bij gildes in gebruik zijn. Het monument krijgt zijn voltooiing door het plaatsen van de kroon aan de top van de paal. Ja, we hebben een schutsboom gemaakt, gebouwd hier eigenlijk, ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van ons gilde. Dat was in 2020. We hebben de festiviteiten 2 jaar lang doorgetrokken door een vervelende reden. Ja. Maar die zei zo. Wij hadden deze dus eigenlijk eind 2020 willen onthullen. Nou, dat ging dus niet. Dus hebben we dat vandaag gedaan. Waarom vandaag? Vandaag is ook de dag dat de processie Valkenswaard Handel loopt. Nou, morgen is het Vaderdag, dan wilden de meesten thuis zijn, dus hebben we het vandaag gedaan. Ja, dat is heel verstandig om dit zo te doen. Nog een vraagje, een schutsboom, en dan ben ik maar een leek. Een schutsboom is eigenlijk om op te schieten, hè? Om de haan naar beneden te halen. Normaal wel. Ja, maar dat kunnen we hier niet doen, hè? Nee, dat zal de buurt niet leuk vinden en de gemeente niet. Daar moet je allerlei vergunningen voor hebben, dus dat doen we niet. Maar hij is puur ceremonieel. En dat is ook aanhakend op de vraag van net. Wij willen graag bij bijzondere gelegenheden van het gilde, en omdat we ook altijd veel steun uit het dorp krijgen, een blijvende herinnering daaraan maken. Nou, niks mooier dan als een symbolische schutmast, want dat hoort toch bij de schut. Ja. En de locatie, Servaasplein, ja, die ligt dan voor de hand. Ja, dat wou ik dus net zeggen. Mooier kan hij niet staan. En we hebben er ook een shotje van gezien waar het is. Het is, zonder meer, het staat hier hartstikke ideaal. Ik zou zeggen, op een prachtige zonnige dag in het Lieshoutse. We kennen nog beter vertoeven, zeg ik altijd zo. Hè. Wij namens Omroep Peelrand gaan we jullie bedanken dat we toch nog even een shotje konden maken en dat we even met jou konden praten. Ik wens jullie nog een genoegelijke, fijne dag, want er zal toch nog wel het een en het ander een beetje gevierd worden. Wij blijven nog een paar uurtjes hier en dan gaan we ook naar huis, want het is inderdaad ook wel erg warm voor de mannen. Ja, inderdaad. We hebben een zeer warme dag in ons mooie Laarbeek. Goed, nogmaals, ik dank jullie dat ik hier even mocht zijn. En veel succes, veel plezier vandaag. En het gaat me sinds de vaarschil het allerbeste. Dankjewel. Dankjewel.